Hoe moet Brunsum eruit zien in 2025? De inwoners konden dinsdag in Ter Brikke over hun ideeën en voorspellingen naar voren brengen. Ze waren uitgenodigd door de gemeente. Ja, nou, in elk geval willen wij ook graag de mening van de burgers horen. Wij steken heel erg in op interactie en communicatie. Niet alleen intern, dus met de ambtenaren, het college en de raad. Maar ook vooral met burgers en maatschappelijke instellingen en ondernemers. Dus ik ben heel benieuwd hoe vandaag de opkomst is en wat men te vertellen heeft. In het project Brunsum 2025 is ook plaats voor de nog heel jonge inwoners. Hoe zien zij de toekomst van Brunsum? Als je naar die tekeningen kijkt, dan zie je daar heel veel kleurtjes in. Je ziet er heel veel gekke ideeën in, nieuwe ideeën. Dus kinderen die zijn in staat om helemaal los te komen van de werkelijkheid en dan van alles te fantaseren. Ja, dan ligt deze tekening maar eens toe, ja. Ja, zullen we hier eens naar kijken? Want je ziet hier best hele leuke dingen op. Ik zie de buitenring bijvoorbeeld, of niet? Nou, dat zou best eens kunnen. Je ziet hier een weg en weet je wat aardig is? Die maakt allerlei bochtjes. Dus kennelijk vinden kinderen het ook heel erg belangrijk dat een weg niet helemaal recht en strak is, maar zo'n beetje vriendelijk door zo'n landschap heen kronkelt. Ja, weinig verkeer komt erop, want ik zie ook geen rotondes of stoplichten. Maar ik zie wel verkeer, heel futuristisch verkeer. Zie je hier een heel klein poppetje met iemand met een spuwende uitlaat. Dus dat is grandioos natuurlijk. Hè? Een sportveld zie je er. Hè? Ook, ik denk dat voor de toekomst jeugd dat heel erg belangrijk vindt, zo'n sportveld. En ik weet niet of je het gezien hebt en of het in beeld kan komen. Maar je ziet hier Loekie de Leeuw. Leuk toch? Tijdens het debat mag iedereen zijn mening ventileren. Natuurliefhebber Wim Gerards leest zelfs een complete brief voor. Volgens hem moeten we ons niet zo druk maken. Het is immers 2012, het jaar van het einde van de Maya-kalender. Ik heb daar heel goed vertrouwen in dat 2012, 21 december, daarvoor nodig is om daar correctie aan te brengen. Dus dan gebeurt er iets, maar de wereld vergaat nog niet? Nee, de wereld vergaat niet. Kijk, dat is wel, Wat gebeurt er dan op die dag? Kijk, als de mensen op dit... De kans is groter als de mensen hier op dit niveau verder gaan, dat de wereld eerder vergaat. De aarde heeft nu al pijn en dat de wereld eerder vergaat als dat die grote veranderingen aankomen in 2012. En kijk, je ziet er toch wel erg somber in allemaal, of niet? Nee, dat is niet somber. Ik vind dat positief. Voor mijzelf is het te hopen, want ik houd van duurzaamheid, dat heb ik ook al aangegeven. Ik houd van de natuur. Ludo Jansen komt uit Zoetermeer. Hij kocht grond en bouwde een huis in Amsterraderveld. En hij wordt nu geconfronteerd met de buitenring en de daarmee samenhangende waardevermindering van zijn optrekje. Het protest is deels daarop gebaseerd, maar als je je gaat verdiepen verder in het totale project van 26 kilometer, dan zeg je, er zijn binnen het totale project landschapsdelen die veel zwaarder getroffen worden nog dan wij. Want je kunt wel zeggen, not in mijn backyard. Dat is wel duidelijk. Natuurlijk ben ik daartegen, omdat dat achter mijn woning komt. Maar er zijn totaal in de natuur, vinden er zulke vernietigingen plaats, dat je zegt, daar kun je toch nooit voor zijn. De jeugd heeft de toekomst, luidt het gezegde. Maar dan moet Brunsum wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wil deze jeugd niet uitvliegen naar het Wilde Westen? Daphne heeft wel een paar ideeën. Ik vind dat er meer leuke winkels moeten komen, vooral kledingwinkels. Bijvoorbeeld een H&M, dat zou heel erg fijn zijn. Maar dan moet er natuurlijk wel draagvlak zijn. Ook gewoon de scholen, ja, die krijgen het ook steeds moeilijker doordat ze jeugd wegtrekken en veel vergrijzing is. Maar ik vind toch wel echt dat er scholen moeten blijven, want anders wordt het echt een bejaardentehuis. Gewoon. We zien eigenlijk vooral dat plaatje van de Randstad. En dat trekt ons heel erg aan. En gezelligheid, veel uitgaan, grote steden, hartstikke leuk. En ja, Maastricht komt daar dan ook wel in de buurt. Maar het is gewoon echt, dat plaatje van de Randstad, dat krijgen we niet uit ons hoofd, denk ik. Dan ga je toch gewoon in de Randstad ergens in de buurt daar studeren en dan kom je naar de Rand terug voor hier weer lekker te wonen, of niet? Ja, maar dan ga ik bijvoorbeeld dan aan een universiteit. Stel, ik doe media of zo, zoals in het debat werd gezegd. En dan zit ik in Hilversum. Nou, dan, dat is dat perfect. Dan ga ik natuurlijk daar werk zoeken, dat is dicht bij huis. Mensen kennen mij daar dan misschien van die universiteit. Dan ga ik niet terugkomen naar Limburg, waar al die oude mensen dan zitten. Ja, dat is dan niks voor mij. Ik kom je misschien ooit terug wanneer ik zelf 70 ben. En zo heeft iedereen wel zijn eigen eisenpakketje dat ingewilligd moet worden in 2025. Behalve de discussieavond konden de Brunsummers ook nog online een enquête invullen. En ze konden reageren op een aantal stellingen. Een voorbeeldje. Brunsum is in 2025 nog een zelfstandige gemeente. Boeit me niet erg. Nou, en anders is dat Parkstad. Als de naam Parkstad zijn naam eer doet, heb ik daar
heb ik daar vrede mee. Daar twijfel ik aan, maar dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit dat het zelfstandig is. Het mag van mij ook Parkstad zijn of een andere samenwerkingsvorm, als je er maar prettig in het groen en rustig kunt wonen. Ik hoop het. Ik zou het niet weten, maar ik hoop het. Ja, ligt eraan de vergrijzing. Als we bijvoorbeeld ontgroening ook natuurlijk, dat tegenhang ervan. Als dat zo is, dan denk ik dat we misschien wel moeten gaan fuseren. Ook als je het Maankwartier krijgt in Heerle, dat cannibaliseert misschien, zoals ik vandaag gehoord heb. Dat wij allemaal gaan moeten fuseren om ons nog een beetje staande te houden tegenover Heerle dan, die alle bedrijvigheid naast zich opslokt. 2025 is het zo veilig in Brunsum, kunt u alle deuren en ramen open laten staan thuis. Dat zou mooi zijn. En misschien na 2012 is dat. En we hebben een hele mentaliteitsverandering ondergaan. Is dat, ja, ik heb er vertrouwen in dat dat mogelijk kan zijn. Dat hoop ik dat het zo zal zijn. Dat weet ik ook niet. Dat lijkt me nooit slim om te doen. Maar ik zie Brunsum niet als heel veel drugs, mensen die aan de drugs zitten of dat onveilig is. In 2025 zijn er geen zelfstandige winkeliers meer, alleen nog maar groot winkelbedrijven in Brunsum. Denk ik niet. Ik denk dat mensen hebben ook weer meer in mijn omgeving. Merk ik toch weer dat mensen weer behoefte hebben aan een kleine bakkertje. Er komen ook televisiespotjes dat een kleine bakkertje, dat weten ze niet meer. Als wij in die trend doorgaan, dan zal dat zijn. Maar ik heb er goed vertrouwen in dat dat toch weer terugkomt. Nou, dat zal zeker niet het geval zijn. Daar waar mensen wonen, daar is natuurlijk ook de kleine winkelier is daar nodig. En om prettig te kunnen wonen, heb je kleine winkels nodig. Dus niet alleen de grootwinkelbedrijven. Dat vind ik totaal niet kloppen wat u zegt. Dat denk ik ook niet. Die blijven ook. Mensen die willen, die komen er ook. Nou ja, ik zie nou eigenlijk dat er juist niet zo heel veel grote bedrijven zijn in Brunsum. En ik denk dat er ook vooral kleine winkeltjes zijn. Maar als die kunnen niet meer bestaan, dus waarschijnlijk zijn de huurprijzen in het centrum ook veel te hoog. Kunnen ze niet meer betalen. Dus ik denk dat er inderdaad alleen maar zo'n grote supermarktketen zoals Albert Heijn kan bestaan. Want die zijn natuurlijk landelijk. En ik denk niet dat de kleine nog kunnen voortbestaan. In 2025 is gebleken dat de buitenring wel degelijk een positief effect heeft gehad op Brunsum. Ik denk het eigenlijk wel. Deze buitenring, zoals men die nu gepland heeft, die moet er gewoon niet komen. Een buitenring, ik heb een alternatieve buitenring, dat is verbindende natuurelementen zoals Brunsumerij, Oostflank, Schinvelderbos, Stevenerij. Dat kan een hele mooie buitenring rondom Brunsum zijn, plus nog het Bronnenbosje in Brunsum Noord. Nou, dan ben ik heel blij, aangezien nou ook al gewoon geld wordt uitgegeven als pressiemiddel, om dat er toch maar doorheen te duwen. Als dat goed uitpakt, dan ben ik heel blij. Zo niet, dan denk ik echt, jullie eigen schuld, hebben jullie lekker voor elkaar gekregen. Och ja, ondanks alle kritiek vinden de meeste mensen het nog steeds fijn wonen in hun gemeente. Het is hartstikke fijn om in Brunsum te wonen. Prachtige gemeente. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik niet meer hoef te werken. En dat ik veel wandel en fiets. En ik geniet iedere dag van de prachtige omgeving hier. En hoe het er precies uit gaat zien in Brunsum, dat weten we pas over een jaar of 12.